Stel, je hebt 100 of 200.000 euro om een eerste investering te doen in private equity of niet beursgenoteerde bedrijven, dan doe je dat best aan de hand van een fund of fund of een FOF. Laat mij dat uitleggen aan de hand van een piramide. Onderaan heb je alle niet beursgenoteerde bedrijven. 99% van alle bedrijven is trouwens niet beursgenoteerd. Jij en ik zouden vandaag bijvoorbeeld kunnen aankloppen bij een bedrijf om de hoek om te vragen of we ons niet mogen inkopen in die zaak. Nu, dat is geen goed idee. Ten eerste omdat we daar geen ervaring mee hebben en ten tweede omdat een groot deel van ons geld of al ons geld dan in die zaak zit. De tweede laag van de piramide, dat zijn private equity fondsen. Je zou je 100.000 euro bijvoorbeeld in zo'n fonds kunnen steken en dat fonds investeert je geld op zijn beurt in bijvoorbeeld 20 niet beursgenoteerde bedrijven of zaken. Dat is al een beter idee, maar het nadeel is dat je centen dan nog steeds niet zo gediversifieerd zijn. Veel private equity fondsen hebben namelijk een bepaalde focus qua sector of qua geografie. En dan nog een praktisch probleempje is dat de minimale inleg van goede fondsen vaak 10 miljoen dollar is of meer. Bovenaan de piramide hebben we tot slot een fund of funds. Dat is een fonds dat uw geld investeert in meerdere fondsen. Bijvoorbeeld in 20 fondsen die op hun beurt uw geld beleggen in 20 bedrijven. Op die manier heb je in totaal blootstelling aan 400 portefeuillebedrijven. Het nadeel aan een fund of fund is dat je twee keer kosten betaalt, namelijk aan het fund of fund en dan nog eens aan alle onderliggende fondsen. Maar het voordeel is wel diversificatie. Ik ben momenteel een boek aan het schrijven over personal finance. En dat uitkomt in oktober 2024. En mocht je geïnteresseerd zijn in private equity, laat het dan zeker weten. Misschien heb je bepaalde vragen. En dan doe ik mijn best om ook in mijn boek een hoofdstuk te wijden aan private equity.